Ieder project heeft zijn voorbereiding. Hoe zijn de voorbereidingen hier gegaan? Nou, de gemeente heeft in een bouwteam samen met de aannemer Roelofs hebben ze het werk gefaseerd. En het mooie daarvan is dat ze dat in nauw overleg met de ondernemers, maar ook met de markt hebben gedaan. Zodat zeg maar, in de fasering rekening wordt gehouden met de wensen van de ondernemers. Dat de ondernemers weten wanneer bij hun is opengebroken en wanneer het beter uitkomt en wanneer het slechter uitkomt. En op die manier hebben wij met hun wensen rekening kunnen houden. En is er een fasering ontstaan in goed overleg die door iedereen geaccepteerd wordt en ook onderschreven wordt. Maar wat je bijvoorbeeld nu ook ziet, en dat is wel leuk om te vermelden, dat die damwanden die worden straks geslagen voor de nieuwe haven, voor het nieuwe kanaal. Maar als die damwanden er staan, dan kan je daar ook zien. Daarna gaan we daarvoor de muren metselen. En dat zijn dingen die veel tijd vergen, maar die het ook heel erg mooi en afgewerkt maken. Hoe gaan de werkzaamheden er vanaf dit punt uitzien? Nou, we zijn nu aan het graven om straks de kabels en leidingen te kunnen verleggen. Dat gaan de nutsbedrijven doen als het graven klaar is. Dan gaan we de bestrating op het plein voor nieuws gaan we aanpakken. En dan gaan we langzaam met de werkzaamheden richting de Wierdense straat. En tegelijkertijd zullen we de damwanden voor het kanaal en het havenkom gaan aanleggen. En dat zal al met al een week of 8 gaan duren. En daarna? Daarna is de bedoeling dat al die bestrating dus af wordt gemaakt. En ik neem aan, na de zomer gaan we graven aan het havenblok zelf. En dan moet er in september, oktober de haven klaar zijn en de water instaan. De Almeloers zijn natuurlijk ook betrokken bij deze werkzaamheden. Wat weet u tot nu toe over de reacties van hen? De reacties die ik krijg zijn allemaal heel erg positief. Mensen vinden het heel erg mooi om te zien dat er gebouwd wordt. Mensen vinden het heel erg leuk om te zien dat die havenkom zichtbaar wordt. Dus ik krijg allemaal positieve reacties. Ik heb ook gehoord dat mensen zeggen van het is een beetje te smal en het is een beetje te ondiep. Wat vindt u van die kritiek? Ja, er is altijd wel ergens wat voor op te zeggen of het te smal of te ondiep is. Maar ik denk dat het heel erg mooi is dat het kanaal terugkomt, dus dat het water terugkomt in de binnenstad. Er is geen Twentse stad met water in de binnenstad en dat hebben wij als Almelo straks wel. Wanneer is het gehele cityplan klaar? De bedoeling is dat het eind oktober, begin november allemaal klaar is. En zijn er dan nog speciale activiteiten die georganiseerd worden in dit kader? Dat zal vast gaan gebeuren, want zoiets moois laten we natuurlijk niet ongemerkt passeren. Maar daar hebben we op dit moment nog niet echt over nagedacht. Dat gaan we doen als we straks echt het eind in zicht hebben. Dank u wel. Graag gedaan.